Overlast van festivals is een kwestie van perceptie. Dat zegt de groep bewoners aan de Prinsengracht heeft geen goed woord over voor het gedoe voor een deur bij de Gay Pride dit jaar. Er vol demonstranten bijeen in Oost om hun onvrede te uiten over de komst van festival Appelsap. Het komt vaak voor in onze nieuwsuitzendingen, klagen over de vele festivals in de stad. En dus was het volgens nachtburgemeester Mirik Milan tijd voor een positief geluid. Festivals zijn gewoon heel erg belangrijk voor de stad. En daarom zijn we ook deze petitie gestart. Dus ik ben Amsterdammer en ik ben voor festivals. Omdat we zoiets hebben van het is tijd om even een beetje positief geluid te laten horen over de festivals. Want we vinden dat een te negatief en eenzijdig geluid eigenlijk alleen maar doorklinkt. Maar niet iedereen zit te wachten op die festivals in de stad. Zoals Jonas van Lammeren van de Partij voor de Dieren. Wat je ziet is dat er steeds meer in parken festivals gegeven worden. Parken worden afgesloten. Ze worden vaak wordt er ook veel schade toegericht. En er is veel geluidsoverlast. Ik begrijp dat mensen festivals willen. Maar waarom moeten dan moet dat altijd in het groen? Ik begrijp dat er weerstand is. Hè? Alleen wij vinden dat iedereen recht heeft om de stad op zijn of haar manier te gebruiken. En dat je denkt dat je elke dag van het jaar, als jij toevallig die dag naar buiten wil, altijd een park moet kunnen gebruiken. Nou, dat is niet meer zo. Maar er moeten wel natuurlijk goede alternatieven zijn. Hè? Niet, ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk als er drie evenementen zijn, van alle kanten komt er geluid. Daar moeten we goed naar kijken. Goed over praten met elkaar. Maar wel gewoon die open en eerlijke dialoog aangaan.